Stopwerk, wacht even, hé, dat is dit. Waarom ligt het op tafel, het buitje? Oh. Met een dropje in de mond, onderweg naar de kringloopwinkel. En een beetje peper in je kont, want ik ben er nou al klaar mee. We zijn weer wat vergeten. Nou, ze blijven bezig, toch? Niet te doen, dit, hè? Ja, maar dit is niet te doen. Nee, we zijn weer wat vergeten. Dat gaan we nou even halen. We moeten namelijk een klok hebben. Met witte wijzers. Met witte wijzers. Want we halen rood of paars, maar niet zwart. Niet zwart. Want dan zie je niet. Want wij gaan een klok van een plaat maken. Alleen onze klok had zwarte wijzers. En we hebben er één nodig met witte wijzers. Nou, en waarom? Dat wijst zichzelf natuurlijk wel. Dat... Oh. Dus we komen net uit de kringloopwinkel en wat hebben wij gekocht, Juri? We hebben een plaat gekocht, echt zo'n hele dikke. Echt laat eens even zien. Het is echt een stevig spul. Nou, dat ziet er allemaal goed uit. Met een mooie His Master's Voice sticker. Okay. Vind ik vet, als vinylgekkie. Dus, en het is een Tchaikovsky plaat. En we gaan niet luisteren, we gaan niet luisteren. We gaan niet ja, waarschijnlijk kunnen we hem ook niet meer luisteren. Maar wat we ermee gaan doen, is een klok maken, een mooie muurdecoratie. Want wij vinden een normale klok vinden we zo ontzettend saai. Ja. Dus we geven er ons eigen tintje aan, zodat ik altijd weet wanneer ik eindelijk weg kan van deze griezel hier. Ziezo. Met deze plaat kan je echt ruiten ingooien, man. Het is echt niet normaal. Jezus, dat doet gewoon pijn aan mijn vingers. Ja, joh. Harde muziek ook. Harde muziek. Jezus Christus. Mens. Godzak. Veroorzaakt echt bijna een ongeluk. Nou ja, die muts die... Oh kut, ja, ik rij achteruit. Het is mijn fout, inderdaad. Dit is zo'n moment dat ik dan... Dan word ik eerst even boos, omdat ik denk van ja, wat doe je nou? Maar dan ben ik eigenlijk gewoon boos op mezelf. Sorry! Lukt het een beetje? Ja. Gaan we even je pincode checken. Ik ben echt veel te laat. Hey, we hebben alle spullen. Ja, nu wordt het eigenlijk een knutsel. Nee, dat is dit. Waarom ligt het op tafel? Wat? Waarom ligt het op tafel, het buitje? Oh. Dr. Pussy. Nou, oké, Dr. Pussy. We hebben alle spullen. Ja, we hebben alle spullen. We hebben een mooie plaat van de His Master's Voice. Een echte grammofoonplaat. We hebben ervoor gezorgd dat de plaat iets dikker is, zodat de klok er mooi op bewerkt kan worden. Zodat het ongeveer overeenkomt met de structuur van een echte klok. En dan hebben we net naar de kringloopwinkel een mooi ander klokje gepakt. Wat we gaan doen is we gaan het motortje en de wijzers gaan we loshalen. Die monteren we op de LP-plaat en dat creëert een heel mooi effect. Dan heb je straks een heerlijke wanddecoratie aan de muur. Dus wat we eerst gaan doen is de klok aan de achterkant losschroeven. Zodat we de wijzerplaat eruit kunnen halen en... Ja, we hebben de wijzers nodig. We hebben de wijzers nodig. En het motortje. En het motortje. Dat gaan we doen. Ja. Dus we hebben voor deze klok precies €2,50 betaald. Dus wil je dit zelf ook doen, dan raad ik iedereen aan om gewoon even langs de kringloopwinkel te gaan. Eentje bij jou in de buurt. En gewoon zelf zo'n klokje aan te schaffen, want dan ben je veel goedkoper uit dan een dure klok van nou ja, een willekeurige winkel. Hoeveel kostte die plaat? Oh, de plaat kost nog €1 erbij. Dus in totaal voor €3,50 heb jij een hele mooie klok aan de muur hangen. Het is nu even kijken hoe we die wijzers los gaan krijgen. Je wil natuurlijk er niet voor zorgen dat ze kapot gaan. Dus dat moet even een beetje voorzichtig gedaan worden. Ik heb al een beetje lopen kijken. Nou, mij lukt het niet, maar handige Hidde met twee linkerhanden, die zegt dat hij het wel kan fixen. Dus ja, laat maar even kijken. De wijzerplaat is van de klok af? Ja, nou ja, we moeten dus die wijzers van deze plaat afkrijgen. En we willen het motortje daarbij ook hebben, die hierachter zit. Nou, hoe doe je dat? Bij de meeste klokken kun je die wijzers gewoon heel voorzichtig omhoog trekken. Dus dat ga ik even doen. En je mag er best wat kracht voor gebruiken. Kijk, dat is hem. Dat is de secondenwijzer. Ja, dat is hem. En nou kan je dus met een sleutel kan je dit losmaken. Nou goed, hij is los. Probeer het een beetje in dezelfde volgorde te bewaren. Dat is lekker makkelijk als je het weer in elkaar moet zetten. Dus. Deze komt eraf. Die. Kijk eens aan. Dit is de wijzerplaat. Die kan je gewoon wegpleuren, heb je niet meer nodig. Nou, ik heb dus de wijzers en het motortje van de wijzerplaat afgehaald. Dit is het motortje en die gaan we nu vastmaken aan de plaat. En dat is heel erg simpel, want in een plaat zit al een gaatje. En als het goed is, past dit. En als het niet goed is, dan moeten we daar even wat op zoeken. Maar ik ga het gewoon proberen. En? Nou, als het voor gemaakt is, echt top. Nou ja, goed. Je wil dit eigenlijk meteen vastzetten. Dus pak wat secondenlijn. En doe dat ertussen. Nou, laat even 5 minuten drogen. Nou ja, zoals je ziet komt het onderuit. Dus je kan hem niet plat op de tafel neerleggen. Dus wat we even doen, ik leg hem eventjes hierop. Kijk, dat is nou goed opgelost. Dat is nou opgelost, inderdaad. Kijk eens. Lul. Oké, we gaan even wachten en dan over een paar minuutjes dan komen wij terug. A few moments later. Is hij al droog? Hij is droog, volgens mij. Ik ga het niet testen door hem hier op te tellen, maar volgens mij is hij droog. Ja, top. Oké, dus we zijn nu beland bij het moment dat we de wijzers erop gaan zetten. Dat is eigenlijk heel erg makkelijk. Je begint met het onderste dingetje, het onderste laagje. En die draai je vervolgens vast. Oké, die is gemonteerd. Vervolgens begin je met de uurwijzer, die komt er als eerste op. Het maakt niet heel veel uit in welke volgorde je het er allemaal oplegt. Jawel. Uur, minuut en de secondenwijzer. Het is een heel klein priegelwerkje, omdat je het heel precies erin moet krijgen. Maar hoewel het er misschien moeilijk uitziet, is het vrij makkelijk. Oké. Duw hem goed vast. Duw hem goed vastduwen, want je wil natuurlijk niet als hij aan de muur hangt dat hij eraf valt. Het enige wat je nu eigenlijk nog moet doen is het batterijtje erin, aan de muur hangen en testen of hij het doet. En dat gaan we nu doen. Batterijtje erin. Tikt hij? En hij tikt niet. Misschien moet je hem even een zwengel geven. Nee. Ja. Ja, hij tikt. Ja. Hij tikt. Oké, mooi. Dit is het zoveelste bewijs dat geweld gewoon wel zin heeft. Het werkt gewoon. Hij doet het nu. Hij doet het, Hidde. Hij doet het. Hey, ik zou zeggen, zet hem even op de goede tijd. Ik weet niet hoe laat het nu is. Moet je met de klok meedraaien of maakt het uit? Nee, volgens mij, je kan gewoon hier meedraaien. Oké, ik heb hier de klok. Hij tikt, hij doet het. Het is tijd om nu even op te gaan hangen. En te gaan genieten ervan. En ik had al meteen een plekje op het oog. We zijn hier bij Hidde thuis. En dan hangt een foto. Nou, dit is echt... Man, het kan niet meer. Het is echt achterhaald dit. Ja, dat kan inderdaad echt niet. Zo, ik heb een touwtje daar vastgemaakt aan de achterkant. Dan kan je makkelijker ophangen. Spijkertje hangt er nog. En mocht hij nou niet recht hangen zoals nu, dan moet je aan de achterkant het motortje toch nog een klein tikje verschuiven. Nou, die hangt aardig recht. Ja, dit is hem wel, hè. Oké, ergens in het filmpje tufte Hidde op de plaat. Echt super ranzig. Maar weet je nou waar het is? Laat dan even achter in een reactie. Dan ben je shout-out. Makkelijk verdiend, toch? Vond jij deze video nou leuk? Klik dan even snel op het klokje. Geef ons een duimpje omhoog. En plaats een reactie van wat jij misschien nog wil zien in de toekomst. En dan zien we jou de volgende keer bij een nieuwe video. Dat is handig!